Hey, hey. Lekker in het zonnetje in Istanbul. Gisteren leuk feestje gehad. Zeg maar een pre-party op de party van vanavond. We gaan even knallen 2023 in. Waar ik zin in. Vandaag even een beetje shoppen. Rustig eten. Dat we het allemaal aan kunnen vanavond. Het zonnetje schijnt lekker. Ik ben helemaal verslaafd aan het zonnetje hier. Nou, eerlijk gezegd ook. Het is hier misschien 12 graden, maar in de zon kun je gewoon lekker in je t-shirt lopen. Ja, verder weinig. Oliebollen hebben ze hier niet. Dat is wel jammer. Het warm maakt altijd hele lekkere oliebollen. Net even een paar schoenen gehaald, 25 euro, voor vanavond, voor het feest. Ik denk, kun je ze nou ook weggooien, weet je wel. Ik moet zeggen, ik kan niet heel veel nette kleding bij me. Nee, en dan is Turkije natuurlijk wel een land bij uitstek, wat je... Maar even een outfitje kunt scoren, voor weinig. Maar ook gewoon kapot. Hey Strijder, hoe is die? Yes. Ja, je bent in de film, man. We zwaaien. Even zwaaien. Internationaal hier, hè? Ja. Oké, dan. Zit er. Raki, raki. Raki, raki. Raki, raki, Abi. Oh, oh, oh. Ja, zegt hij. Lekker, man. Voor de pol, voor de pol. Ja, de goede zaak hier. We zitten hier in een gebied van... Istanbul, waar alles wholesale is, dus je koopt dingen in series. En mensen komen hier vanuit heinde en ver, want wat hun op de markt gooien, ja, dat wordt hier allemaal verkocht, voor heel weinig. Maar goed, omdat ik toerist ben, kan ik alles gewoon per stuk kopen, ook voor weinig, dus ben ik niet chagrijnig. Nou, ik wens jullie in ieder geval een lekkere oliebol. En jullie horen nog van mij vandaag. Woes! Kom maar.